allemaal, ik ben Landa, oftewel ik Creative Mommy of Two. En vandaag heb ik een unboxing voor jullie. In het geval je al eerder op mijn kanaal bent geweest en denkt, hey, had je geen no-buy voor dit jaar? Ja, heb ik. Maar nee, deze heb ik al afgelopen jaar gekocht in december. Maar ik kom er nu pas aan toe om hem te unboxen. Dus, valsalarm als je denkt dat ik mezelf buitenspel aan het zetten ben. Dit is, zoals je misschien inmiddels aan de doos gezien had, een diamond painting van Karat Art. Met de slogan, let the pleasure begin, piece by piece, just you and your masterpiece. Aan deze kant van de doos hebben we gewoon hun logo. De inhoud van de doos. Ze zeggen ook een hoge kwaliteit geprint doek. Goede duimenpinningsteentjes. Ja, eerste klas duimenpinningsteentjes. Washi tape, een stickervel en was voor te duimenpinten. En wat instructies. En als dat je de doos kan lezen, sorry overigens voor onderin hier zo de schaduw. Maar ik heb redelijk recent een nieuw statief voor mijn camera gekocht. En ik ben nog een beetje de belichting aan het bekijken hoe ik dat het beste kan regelen. Dus sorry voor de schaduw, tot nader orde. Ja, zoals je misschien wel hier in de roze tekst kan lezen. Als ik hem, ik heb hem even wat hoger op vasthouden. Het is een Duits bedrijf. Wat ook wel heel handig is als dat je, net als ik, uit Nederland bent. Of in ieder geval het vasteland van Europa. Want ze hebben gelicentieerde diamond paintings. Want deze is namelijk van de artiest Yvonne Philips. Dit is Colorful Macarons. En is een 35 bij 61 centimeter. En dat is de afbeelding. Ja, zoals ik al zei, als je dus van het vasteland van Europa bent, net als ik, is het wel handig om een bedrijf te hebben wat een goede kwaliteit aan diamond paintings heeft. Zonder dat je zit te kijken met extra invoerbelasting en extra kosten allemaal die er nog bij komen. Want dit is gewoon van binnen de EU. Dus lekker makkelijk. Wat er ook in de doos erbij zit. Sowieso zit het doek in een plastic verpakking. Zoals een beetje gebruikelijk is op mijn kanaal. Ik heb de diamond painting al unboxed in het Engels. Dus als je de eerste reactie wil zien, zul je daar moeten zijn. Maar ja, wat hebben we dus aan accessoires? Zoals er al op de doos stond, een washi tape. Een flink dikke rol en ook met een flinke inhoud. Het scheelt, de rol erin is natuurlijk ook vrij dik, maar net zo goed. Het is ook een brede rol. Dus die gaat zeker van pas komen. En dan hebben we een potje was. Met zelfs hun logo op de deksel. Bij veel bedrijven heb je er maar één in zitten, of twee. Maar hier hebben we zelfs drie. En het zijn zelfs blauwe was. Met zoals altijd aan de onder- en aan de bovenzijde plastic. Dus ja, als je je pen erin steekt, eerst eventjes het plastic verwijderen. Ik steek meestal in zo'n doosje twee van die plaatjes was erin. En dan hoef ik er maar één keer in te steken met mijn pen. En ik heb de pen volledig vol. Persoonlijk vind ik de blauwe was altijd het fijnste werken. Of in ieder geval fijner als de roze. Ja, zoals ik al zei, het doek zelf met de steentjes zit dus nog een keertje in een plastic folie. Op het zakje van de steentjes staat het merkje CATIPS003. Zometeen zie je hem op het doek dadelijk nog een keer. Dat is een beetje de kleuren. Want deze kwam met de lijn meteen los van de verpakking, dus hij is een beetje open. Dus ik moet wat voorzichtig doen. Maar, dus hebben we ook hier meteen de verkeerde kant van het doek. Het doek. En hier is dus ook nog een keertje de code die ik zojuist zag. Dus in het geval dat je de steentjes los bewaart van het doek, kun je makkelijk zien welke het is. Ik heb hier het doek wat dichterbij. Het doek is misschien niet super zacht, maar het is zeker een stuk zachter als menig ander bedrijf. We hebben ook een stickervel met de bedrijf, de naam, de artiest, de afbeelding, formaat, het feit dat het vierkante steentjes zijn, nogmaals de code voor als je deze ook nog een keer los bewaart, wat ik zelf persoonlijk doe. Ons logo en de website. En dan heb je hier de symbolen. Ik ga ze even zo los laten zien.
En dan hebben we hier onderin de AB staan. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 stuks. Gewoon de DMC-code met AB erachter. Dit stuk hier is helaas geen extra sticker, losse stickertjes. Wat bijvoorbeeld deze hier onderin wel zijn. Zoals eigenlijk al de rest van de symbolen. Maar hier kun je nog steeds wat opschrijven en het er dan gewoon los zelf knippen. Dus als je ze wil hergebruiken, geen probleem. Die eventjes aan de kant. Dan ga ik even het stapeltje van de AB's aan de kant pakken. Ik begin even met de twee grootste van de achtergrondkleur. Ik laat dadelijk zien waar de AB-steentjes allemaal heen gaan, maar ik ga eerst even de rest van de steentjes laten zien. Dus dit zijn twee flinke zakjes. Dit is de nummer op het symbool, op het doek. Dus dat is 58 hier. Hier staat dan dat het vierkante blokje is. En hier staat dat het 3865 is. Wat dus hier ook nog een keer staat met, ik neem aan het aantal gram wat dan verdeeld over deze twee zakjes zit. Oeps, eventjes aan de kant leggen. Even een beetje dichterbij schuiven. Ik ga niet alle kleuren opnoemen, want dat is een beetje een ellende. Plus, dan zitten we over een aantal uur hier nog. Ze zijn niet allemaal even makkelijk vast te houden zo. Maar het zijn wel een redelijke hoeveelheid kleuren. Maar ik moet zeggen, ik heb een keertje eerder van dit bedrijf een duimpinting gehad. En het was ook voor een iets groter formaat, was dat ook net zo goed. Iets van 70 kleuren geloof ik. Dus ja. Mocht je die willen zien, die staat al op mijn kanaal. Ik geloof dat die van een goed 2,5 jaar geleden is. Anderhalf, twee. Dat is die richting. Ik heb al veel eerder opnieuw van dit bedrijf willen kopen. Oeh, sorry. Maar is er helaas niet eerder van gekomen. Maar goed. Dit is er eentje die is zo te zien, zowel in een gewoon steentje als het AB-steentje in dit doek. Dit is de AB, dit is de gewone, zo kun je ook meteen het verschil zien tussen de glans van de AB en de gewone. Zoals je wel ziet, de linker glans net dat kleine beetje extra. Vandaar ook de AB, Aurora Borealis van het Noorderlicht. Geeft eigenlijk net wat meer detail daar waar dat ze op het doek zetten. Net wat extra aandacht eraan te geven. Om het allemaal net wat mooier te laten glimmen. Even zo. En de laatste paar van de gewone steentjes. En de laatste. Ik schuif ze meteen gewoon even aan de kant. Oké, en dan ga ik even de AB-steentjes erbij pakken. Ik ga meteen gewoon even laten zien waar dat ze op het doek zitten. Even kijken, dan beginnen we gewoon met de bovenste. Dat is deze mooie kleur 946 AB. Dat was die. Dus eens even kijken, die zat bovenin in het doek. Of althans, daar heb ik hem het meeste gezien. Hij zal ongetwijfeld ook nog wel op een paar andere plekjes zitten als waar ik hem aanwijs, maar... Ja, makkelijk overheen te kijken. Er zat een paar in dit vakje hier.
En voor de rest had hij, geloof ik, voornamelijk hier aan de buitenrand van deze macaron. Een beetje hier rond deze streep. En een klein beetje op hier en daar. Dan hebben we de 819 die ik je zojuist ook liet zien. Dat was, even kijken, welk was het precies? Het streepje. Er zit een beetje hier en deze rand. Daar eentje los. Hier in het wit van deze. Met een paar hier. Ook in deze macaron zit hij een beetje in het midden. En in deze hier. Voornamelijk zit hij voor de rest in de buitenranden van waar de roze achtergrond zit. Dus ook hier. Helemaal zo eromheen voornamelijk. En ook aan deze kant. Een beetje hieronder. Hier langs daar. En ook hier. Dus dit is een kleur die omlijnt ook eigenlijk een beetje de roze achtergrond kleur. Dan hebben we hier 445 AB. Die doet eigenlijk een beetje hetzelfde, alleen dan met de geel-groenige, namelijk hier. En ook hier. En die zit ook wel hier in deze macaron met hier een deel. Dan hebben we 701, een groen. Die zit hier onderin in deze voornamelijk. Een beetje hier. Een paar in de groene plekken op de achtergrond. Dan hebben we een heel klein beetje van de 722. Die zat, even kijken, waar zat deze ook alweer precies? Ik geloof hier bovenin. Ja, hier zitten nog een paar. En hier een dit strookje. Ik geloof dat dat ook een beetje alles was. Er zal misschien hier en daar, zoals ik al zei, nog wel een paar zitten. Maar ja, moeilijk te vinden. Dan hebben we 3072. Dat is die. Die zit hier onderin. Om dit vlekje heen. Zit er een paar hierin. Ik geloof dat er nog ergens een paar meer moeten zitten, maar ja, je moet ze wel af en toe even kunnen vinden. Maar ik denk dat dat het grootste gedeelte was. Dan gaan we naar de volgende, is 3846. Het mooie blauwe. Eens even kijken. Er zitten geloof ik een paar hier in de achtergrond. Kleurspotjes, zal ik het maar even noemen. Vlekken. Hier. Ook een deel hier eromheen. Hier de lichtere kleur van de macaron. Ik geloof ook een paar hier achterin. En dan hebben we als laatste 775 AB. En dat was de A. Even kijken. Oh ja, die deed ook hetzelfde als de roze, bij de roze eromheen en de gele daar. Hij zit namelijk hier voornamelijk helemaal hier een beetje zo eromheen. Ook hier in het lichte kleur van deze macaron zit een deel van die AB. Dus dat is eigenlijk een beetje hetgene waar het overgrote deel ervan zit. Dus ja, met dat gezegd hebben. Dat is denk ik... Oh, wacht, ik had nog één ding wat ik nog moest zeggen erover. Ik dacht, dat was wat ik kan zeggen, maar ik vergeet nog wat. Ik had hem namelijk ook nog opgemeten. In deze richting was hij 34 centimeter. En in deze richting 60,5. Dus ik kom in de breedte richting 1 centimeter tekort en in de hoogte een halve. Persoonlijk vind ik dat naar formaat geeft bedrijven altijd een beetje wiebelruimte. Als het nou 2, 3, 4 centimeter verschil is, ja, dat is een ander verhaal. Maar een 1 centimeter om en nabij moet toch nog wel zeker wel kunnen. Ja, ik denk
dat dat verder wel een beetje was wat ik erover kan zeggen. Ik ga deze diamond painting zoals gebruikelijk in de omschrijving onder de video ook eventjes linken. Dus dan kun je deze gewoon vinden als je hem wil hebben. Ik raad je ook aan om eventueel de andere video van Karat die ik heb nog een keer te bekijken. In het geval dat je interesse hebt in bedrijf Karat Art. Ik ga hem proberen te linken ook. Al is het maar bovenin het scherm. Mocht ik het vergeten en je hebt interesse erin en je kan hem op het kanaal even niet vinden. Laat het even weten en ik link hem je alsnog eventjes. Dus het gaat zeker goed komen. Met dat gezegd te hebben, ik hoop dat je de video interessant vond, dat die behulpzaam was. Laat het mij onder de video bij de opmerkingen weten als er nog iets is wat je nog meer wil weten of wat je wil vragen over deze diamond painting of mijn kanaal in het algemeen. En ja, zoals gebruikelijk, like, subscribe, of ja, abonneer in het Nederlands. Geef de video een duim omhoog en ja. Ik hoop je in een volgende video weer opnieuw te zien. Heb nog een goede rest van je dag, nacht, wat ook van toepassing. En tot de volgende keer. Doei!